In Californië wonen ook veel Nederlanders. Een van hen is Edgar Bergson. Hij woont in Mill Valley, aan de rand van San Francisco. En eerder op de avond hadden we hem aan de telefoon over de laatste stand van zaken. Er is nog steeds geen elektriciteit in San Francisco. Er zijn veel gaslekken. Veel mensen kunnen nog niet naar hun huizen toe. De autosnelweg die in elkaar gestort is, men verwacht dat niet dat daar nog mensen levend onder uitkomen. We zijn begonnen met betonzagen, daar blokjes uit te zagen en die op te lichten. Een van de belangrijkste bruggen die over de San Francisco Bay gaat, de San Mateo Bridge, die was geopend vannacht, maar die hebben ze weer afgesloten omdat ze daar grote schade aan ontdekt hebben. Dus hoe het met het verkeer moet de komende weken, dat weet niemand. De hulpverlening was in de nachtelijke uren nogal moeizaam vanwege gebrek aan elektriciteit en stroom en dergelijke. Hoe is dat nu? Is die goed op gang gekomen? Die is inderdaad goed op gang gekomen. Ook van Washington, van de federale regering, is er veel hulp onderweg. Veel mensen zijn wel gefrustreerd over de hulp die ze zelf willen geven en die afgewimpeld wordt omdat alles niet goed georganiseerd kon worden. Van overal ter wereld komen steunbetuigingen. Een aantal landen heeft hulp aangeboden, waaronder de Sovjet-Unie, Groot-Brittannië en Canada. Partij van de Arbeid-leider Kok heeft van zijn fractie groen licht gekregen om de onderhandelingen met het CDA voort te zetten. Maar op belangrijke punten moet het voorlopige regeerakkoord nog wel worden aangescherpt. Met een koffer vol amendementen mag Partij van de Arbeid-leider Kok doorgaan van zijn fractie om een coalitie te vormen met het CDA. Tientallen wijzigingen die niet alleen op de tekst slaan, maar ook geld zullen gaan kosten, moeten het concept bijstellen naar de wensen van de PvdA. Dan begin ik bij het milieubeleid. Het milieubeleid moet naar de mening van onze fractie duidelijk worden aangescherpt in de afspraken die tussen CDA en Partij van de Arbeid worden gemaakt. Verder had de fractie nog opmerkingen over de defensiebegroting en de koopkracht. De Partij van de Arbeid wil met de opmerkingen geen blokkades opwerpen om het regeerakkoord te torpederen. Morgenochtend worden de onderhandelingen met informateur Lubbers voortgezet. Sovjet-parlementariërs bestuderen de mogelijkheid om Sovjet-burgers in de toekomst vrij te laten reizen. Vandaag is onder een aantal politici een officieel voorstel verspreid waarin dit hete hangijzer aan de orde komt. Steeds meer Russische burgers krijgen de laatste tijd toestemming om het land voor enige tijd te verlaten. Toch neemt in de Sovjet-Unie de ergernis toe onder de burgers die zelf willen bepalen waar ze naartoe willen. Dit protest lijkt nu ook bij parlementariërs gehoor te vinden. De Tsjechische politie heeft 4 voorvechters voor de mensenrechten gearresteerd. Onder de arrestanten bevindt zich de bekende activist Jiří Hájek, die dit jaar was genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Volgens een woordvoerster van de mensenrechtenbeweging Garta 77 heeft de arrestatie van de 4 te maken met het bezoek van leden van de Helsinki Federatie voor de Mensenrechten. Erich Honecker, de Oost-Duitse partijleider, is afgetreden. En meteen vallen er grote gaten in het Oost-Duitse politbureau. Nu ook Günther Mittag en Joachim Herman zijn vertrokken. Voor die functies zijn er nog geen vervangers gevonden. Naar verluid is Honecker afgetreden om gezondheidsredenen. Zijn plaats wordt ingenomen door de 42-jarige Egon Krenz, de chef van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Honecker trad in 1971 aan als leider van de Oost-Duitse Communistische Partij. Hij werd beschouwd als een verlicht leider die het communisme in de DDR mede van de grond had getild, maar ook als volledig trouw aan de machthebbers in Moskou. Maar de veranderingen in de Sovjet-Unie onder Michail Gorbachev kon Honecker niet volgen. Hij hield vast aan de harde lijnen en daardoor vluchtten tienduizenden mensen naar het Vrije Westen. De demonstraties van de afgelopen week in de DDR deden Honecker de das om. De nieuwe Oost-Duitse leider Krenz heeft het beleid van zijn voorganger nu al bekritiseerd. Vanavond zei hij dat het land te laat heeft gereageerd op de druk om veranderingen. Maar hij zei niet welke veranderingen hij zou willen doorvoeren. Het bedrijf Synjetics in Sunnyvale, dat is een dochteronderneming van Philips, heeft bij de aardbeving in de streek van San Francisco schade opgelopen. Het gebouw waar Synjetics functioneert kwam nogal gehavend uit de ravage. Bij Synjetics wordt precisie-elektronica geproduceerd en het is onduidelijk of de productie in het gebouw nog normaal voortgezet kan worden. De 9 Nederlanders die bij het bedrijf werken zijn ongedeerd gebleven.
Na twee woelige dagen is de Amerikaanse effectenbeurs tot rust gekomen. Even zag het eruit dat de aardbeving in San Francisco tot nieuwe verwarring zou leiden, maar dat viel mee. Op het eind van de dag stond de Dow Jones-index een fractie hoger. Ook in Amsterdam sloot de beurs hoger. Over de hele linie klommen de aandelen met guldens omhoog. En dan nog het weer. Een wolkengebied komt morgen vanuit Engeland naar het vasteland van Europa. In de loop van de dag kan daar plaatselijk een buitje uitvallen. Het blijft nog zacht met middagtemperaturen van 17 graden in de Benelux tot 22 graden in de landen rond de Middellandse Zee. Vooral in Noorwegen wordt morgen veel regen verwacht. En na morgen wordt het weer steeds onbestendiger. Maar de temperaturen blijven hoog voor de tijd van het jaar. Dit was het laatste Veronique nieuws van vandaag. Een prettige nacht. Tot morgen.